Goedenavond, dames en heren, mogen wij heel even inbreken. Wat een geweldig publiek bent u. Heerlijk. In de pauze werden Ruud de Graaf en mij gevraagd om hier tijdens een slotapplaus een envelop te openen en voor te lezen. En dat gaan we dan maar doen. Ruud, wil je hem openmaken? Even kijken. Staat. Oh, akkoord. Ik zal er even iets over uitleggen. Een paar dagen geleden is het misschien niet ontgaan, zijn de nominaties voor de Musical Awards bekendgemaakt door de vakjury. En tot onze grote vreugde is Mamma Mia in 11 categorieën genomineerd. Waaronder voor de beste musical. De beste vrouwelijke hoofdrol, Brigitte Heidser. De beste mannelijke hoofdrol, René van Kooten. De beste vrouwelijke bijrol, Carolina Dijkhuizen. En heel belangrijk, de beste ensemble. En nog 6 andere nominaties. Dat waren er 11. Alleen nu kan ik u melden dat het er 12 zijn geworden. Want er is niet alleen een prijs van de vakjury, maar het Nederlandse publiek heeft uit meer dan 25 producties Mamma Mia officieel in de top 3 gestemd voor de Vriendenloterij Publieksprijs. Die prijs wordt bepaald tijdens de live-uitzending, 24 april geloof ik, hè? 24 april. En als u dan gaat kijken en allemaal op Mamma Mia wil stemmen met de telefoon, zoals Songfestival, vinden wij het helemaal niet vervelend. Dank u wel.